Een hele goede middag, lieve vrienden. Ja, het is vandaag alweer donderdag 5 september en we leven om 5 over 2. Ja, Rebecca is dus niet geweest. Nee, die komt morgen. Dat was al afgesproken. Ik heb het vandaag wel druk. Vanmiddag. Ik heb vandaag nog wel. Ik ben net ook naar beneden gekomen. Maar dat had ook nog allemaal te maken met mijn hoofdpijn. Het is nog steeds niet over. Loop ik er vanaf eergisteren al mee. Dus ja, ik mag dat dan. Wat is er? Ik hoor je wel, maar ik zie je niet. Ik denk onder de tafel, op de stoel. Ja, dus. Ja, dus. Ja, dus. Ja. Kom eens hier met je kleine kontje. Zo. Hé, ja, je hoort er ook bij. Hé? Ja, zo hoort er net zo goed er ook bij, hè. Ja. Appartje, dikkie. Ja, die willen ook wat eten, net zoals ik. En ik heb de televisie alweer aan, maar die staat nog op de verkeerde zender, maakt niet uit. Zet ik stroom wel even overheen, ja schat. Is bij jullie ook zo'n rot weer? Het regent en het waait hier als ik weet niet wat. En ik moet er vandaag ook nog wel doorheen, want ik moet ook nog naar de Vomar toe, ja. Dus ja, zodra ik zie dat het droog is, ga ik daar gewoon doorheen, punt. En dan laat ik de rest, de boel wat de boel is, en dan ga ik eerst dat doen. En als ik dan weer thuis kom, dan kan ik de rest alweer doen. Ja toch? Ja. Hé? Ja. Nou, dan komt morgen Rebecca en dan moet ik morgen ook naar fysio. En als alles goed gaat, komt ook morgenmiddag Astrid weer. Ja. Dus we zullen het vandaag ook beleven hoe het weer zich gaat houden. Ik hoop dat het toch vanmiddag een beetje gaat opknappen weer. En dat we er fatsoenlijk doorheen kunnen. Ja toch? Ja. Je laat je toch niet voor Jan met de korte achternaam nat regen als het niet nodig is. Dus we wachten het even af. En anders ja, moet mijn regenkeep desnoods maar aan. Maar dat ding dat waait ook denk ik zomaar kapot. Maar oké, lieve vrienden, geniet van jullie dag. Maak er wat van. Het is al treurig genoeg, dus wees zelf het zonnetje. En ja, dan komt het denk ik allemaal wel goed. Ik zou zeggen, geniet ervan. Doei, doei. Ja, lieve vrienden, ik heb de keuken tot zover alweer schoon. De vaatwasser die draait al. Kijk maar eens hoe netjes het weer is. En die staat lekker te draaien en te doen. En makkelijker van deze is, ik kan hem gewoon open doen. Voilà, en dan heb ik er zelfs twee placemats erin hangen. Hoe doe je dat? Kan gewoon, wordt het ook schoon. Want dat kan niet in de wasmachine, want dan verkreukelt het. En nou gaat hij gewoon weer verder met het programma waar hij gebleven was. Goed hè? Ja. Ik heb een goed spul. Heb ik van mijn mannetje gehad nog hoor. Die wist precies wat hij kopen moest. Goed spul. Goed en degelijk spul. Ja. Het is... Ja, er komt geloof ik weer een bui aan. Die wacht ik nog eventjes af. En dat zijn iedere keer korte, heftige buien. Daarna wordt het weer droog. Dus ja. We zien het even aan. En daarna ga ik naar de Vomar toe. Maar ik laat jullie thuis. Ja. Want ik heb nog een hoop te doen. Ik moet ook nog renderen. Ja, dat terwijl ik af zit te wachten totdat die bui over is, kan ik even al een vlog in elkaar zetten. Lijkt me een goed plan. Ja. Ze zeggen het later. Ja, lieve vrienden, ik ben weer thuis voor boodschappen doen. Dat zullen we zo meteen even gaan opruimen. En natuurlijk, meneertje Jodokus is weer hartstikke blij. Hé, ja. Ja, nou. Ja, hè? Ja. En Ewen die loopt om me heen. Ja. Ja. En dus ja, ik zal die thuis op de grond gaan zetten. En dan kan er opruimen heen gaan. Oh, jeetje. Oh, ik moet ik
Zo. Hehe, kun ik ook zitten. Ja, toch. Rits er een stuk naar beneden. Dat is weer te ver. Zo. Dat was mijn telefoon. Er is weer wat gebeurd in een helder. Zometeen even koffie maken. Jullie zien me amper. Zo. Oh ja, man. Dat is denk ik in Niel en Helder of zo, wat weet ik ervan. Ga even koekeloeren. Waar dat ongeveer is. Een meeuw. Is je meeuw? Daar kom ik in de lucht uit, dat moet maar niet. Ja! Is je ja! Ik geloof dat het inderdaad Niel en Helder is. Ja. Ja. Ja! Ja, is Niel en Helder. Zag ik. Lekker puur. Nou, klaar nu. Ja, klaar nu. Zo. Nou, wat hebben we gekocht? Zou ik zo zeggen. Ik zit jullie lekker even hier even neer. Dan zullen we eens even het pakken. Viermaal broodjes. En dat is 1,50 per twee pakjes. Nu staat verkeerd. Zo. 1,50 voor twee pakjes. Dus ja, dan neem je er gelijk vier mee. Dan heb je in ieder geval voorlopig weer genoeg. Ik heb een pak salade, daar kun je het zelf aanmaken. Er zitten twee bakjes in, dat kun je door de sla heen doen. Vond ik niet duur, ik ga dat niet alleen nog staande klaarmaken voor mezelf. En dan ben ik ook meer kwijt, het is nou een eitje nog koken desnoods en die erbij. Heb ik lekker een salade. Ik heb weer twee blikken vlees voor Frodo ermee, maar dan is dit bief. Dat heeft de deka weer niet. Dus die heb ik. Dan heb ik twee een paar om te bakken. Ik heb kom eens hier. Weer die staat op zijn kop. Een blikje kippensoep, daar heb ik zin in. Die ga ik zo meteen lekker even klaarmaken. Ja. En uiteraard een bounty voor bij mijn koffie. Ja. En een paar zwarte sokken voor bij zwarte kleding en een zwarte broek. Dan vind ik het niet mooi om een witte sokken te dragen. Vind ik niet mooi. En aangezien ik alleen maar witte sokken had, ja. En dus al deze stapel pakken. Schnitzels met groenten. Is nieuw. 1,99. Dus dat zal mij benieuwen wat dat is. Nou ja, iedereen kent wel een kip saté schnitzel. Ja, en zichtsnitzel met groenten is 1,99. Deze is 2,39. Die kip saté schnitzel. Dan heb ik hier. Wat betekenen die letters er allemaal voor? ZIG en A en B. Dat stond er voorheen nooit ervoor. Scharrelkip, schnitzelkrokant, 2,62. En dan, jullie zien hoeveel ringen ik allemaal wel niet om heb. Om deze pink zitten er 4. Om mijn ringvinger zitten er 3. Om mijn middelvinger zitten er 2. Mijn wijsvinger zitten er 2. Mijn duim zit er 2. Deze hand, om mijn pink zitten er 3.
Daarom, mijn ringvinger zitten er twee. Dus mijn trouwring en een andere ring. Om mijn middelvinger zitten er drie. Om mijn wijsvinger zitten er twee. Om mijn duim zitten er drie. En de onderste is de trouwring van mijn man. Die gaat dus nooit af. Als ik al die ringen af moet doen, nou dan ben ik weet niet hoe lang bezig. Ik moet het met zeep doen, anders krijg ik het er niet af. En om dan zelf gehaktballen te gaan draaien, nou dan ben ik uren bezig voordat ik daarmee klaar ben. Eerst die ringen hebben, dus ik koop kant en klaar. 2,99 en daar zitten er 6 in. Gepaneerd en uit. Nou, wie doet je wat? Ja toch? Ja. Zo is dat. Dan heb ik nog meer. Ja, ja. Dat is ook een hele lading. Dat is 2 maal salami. Van die ronde pakjes. Is heel goedkoop. Ik weet het uit mijn hoofd niet. Maar ik vind het ook zo lekker. En vooral de gehakt. De gebraden gehakt. Die is oh zo lekker. Ja, en dan het heb ik ook 2 maal van. En ik heb 2 maal schouderham. Ja, en ik heb 2 maal boterhammen vast. En ik heb een ander pakje leverkaas, omdat dat van die ronde pakjes er niet zijn, heb ik zo eentje genomen. Was ook niet al te duur. En ik heb 2 soorten kaas. Dus. Nou is de tas alweer leeg. Ja. Ja. De tas is leeg. Dus we gaan opruimen heen. Ik neem eerst deze mee. Die gaat naar de koelkast. Maar de koelkast kan niet verzorgen. Ook omdat die tas er nog steeds hangt. Ik zal hem maar eventjes de tas weghalen. Maar zet ik hem ook even op de grond. Als dat wil. Die kan trouwens opgeruimd worden. Zo. Moet wel willen. Zo. Nou, naar beneden. Zo. Voilà. Thuis er even weg. Zo. Zo. Ja, miauw. Nou, dan gaan we deze glazenwaren even in de koelkast opruimen. Eerst deze grote stapel. Want ik moet even een beetje herinruimen. Dan nemen we. Dan heb ik 3 soorten kaas. Maakt niet uit. Die gaat daarin. En dan gaat deze, want die heb ik het eerste gekocht. Gaat hierin. Dan gaat die dicht. Dan gaat dit in de vriezer. Die kan ook even dicht. Het vlees gaat ook in de vriezer. Ik heb daar nog vlees leggen voor morgen. Voor als Astrid er is, die kan er ook in. Die kan er ook in. Nee, Astrid die wou eens een keer van die worstjes eten, die de barbecue kan doen. Dat gaan we dus morgen eten. En verder doe ik het lekker makkelijk. Ja, simpel zo. Zo, dan kan die ook dicht. Dan gaat die open. Nou, dat krijg ik even bij de groenten erin. De kaas.
beetje daar naartoe. Zo. Nou, dan pakken we eerst nog twee grote pakken. Kleintjes. Die kunnen. Zo. Nee, dat wil ook niet. Zo. Wil het wel. Nou, dan gaan we weer naar de koelkast. Want dan moet de bak en braad opgeruimd worden. Hoppata, bovenin. Hoppata. Die slaken blijven staan. De brood ga ik ook invriezen. Ik heb er net brood gisteren uit de vriezer gehaald. Dus ik heb nog even genoeg. Ik gebruik de magnetron als gast. Hup, hup, hup. Ga dit erin pakken, Barnes. Dankjewel. Dankjewel. En dat gaat daar allemaal in. En ik heb ook nog een zak bolletjes, maar dat is wit. En ik ben geen wit eter. Ik moet bruin hebben. Ik hou niet van wit brood. Nee, dat is zeer zelden dat ik dat eens eet. Nou, dan blijft dit over die twee blikken van Frodo. Die gaan we naar de kast. Maar dat doe ik dit keer gewoon weer even alleen, want dat hebben jullie gisteren meegemaakt. Dus ik wens jullie allemaal een hele, hele fijne namiddag. Het is 5:00 en ik zou zeggen, geniet ervan. Voor later natuurlijk lekker eten. Ik weet niet wat jullie gaan eten, weet ik ook voor mezelf nog niet. Ik weet, ja, ik heb nog, maar dat is zo'n klein beetje. En daarom heb ik die salade erbij. Ja, kunnen jullie het zien? Ja, hè? Dat is lekker. Daarom heb ik die salade erbij. Dus komt allemaal goed. Ze zeggen, geniet ervan. En voor later op de avond welterusten. Slaap lekker met mooie dromen. Gezond weer op. En tot aan de andere kant van de nacht. Ze zeggen, doei doei. I got no rules, I count them.